We staan hier bij de Bewerkgletsjer in Noorwegen en we willen een vraag beantwoorden waar menig Nederlands klimmer zich vast al wel eens mee heeft bezig gehouden. En dat is, kan je ijsklimmen op klompen? We hebben hier een stijgijzer wat geschikt is voor het ijsklimmen. Maar helaas door de snelsluiting past het niet goed achter op de klomp. We gebruiken daarom een normaal stijgijzer, waardoor de rubbertjes en de bandjes wel te bevestigen is. Tijdens het lopen is al te merken dat de scherpe randen van de klomp best pijnlijk zijn aan de voet. Vroeger gebruikten ze ook hooi ter isolatie, dus dat zullen wij nu ook doen. Nou, zoals je net hebt kunnen zien is het prima mogelijk om ijs te klimmen op klompen. En dat dus ook de Nederlandse traditionele kleding een plek heeft in het alpine terrein. Maar ik zou er geen al te lange expedities op ondernemen. Veel klimplezier. Menig Nederlandse klimmer zich vast wel eens heeft afgevraagd. Misschien is dat beter. Misschien is dat veel moeilijker om te zeggen. Vind je dat? Ik kan niet goed praten. Zeker.